mensen. Dit krijg je dus als je kind 6 jaar opsluit in de kamer. Nou, maar ik ben 2 jaar geleden ben ik Nederlands kampioen beatbox geworden. En nou, ik ben dus 6 jaar opgesloten geweest in mijn kamer. Maar dat ik Nederlands kampioen beatboxer ben geworden, houdt dus eigenlijk in dat ik nog steeds naar Tokio moet om Nederland te vertegenwoordigen. Dankjewel voor jullie enthousiasme. Nee, ik heb op internet heb ik dus een beetje naar mijn concurrentie gekeken. Ik moest je heel eerlijk zeggen, het is wel te doen, alleen is er 1 land waar ik heel erg bang voor ben. En dat is Oostenrijk. Want dat meisje is namelijk 30 jaar opgesloten geweest in de kamer. Is het hard? Slecht en hard. Daarvoor zijn we hier mensen, om het ijs te breken.